Oké, 3, 2, 1, go! Oké, ik zet de bel in het midden. Simon, jij mag hier staan. Dan gaan we luisteren naar het eerste fragmentje. Welk dier horen we hier? Een papegaai. Simon zegt een papegaai. Is dat goed? Is dat fout? We gaan even kijken. We hebben beelden erbij. Dat is geen papegaai. Dat is een kakatoe. Ja, ik moet Sophie gelijk geven. Nee. Het is een kakatoe. En dat betekent Simon. Sophie, wacht jij even hier. Simon, loop jij met me mee? Simon, sorry. Dit kan heel vies worden. Zo ver weg. Ja. Oh, daar ben ik helemaal niet goed in. Sophie zei net nog de woorden, je kan hartstikke veel met een bossenbol. Laat eens even zien wat je er allemaal mee kan. Je mag hem gooien naar Simon. Ik ga even aan de kant staan. Ik kan niet zo ver gooien, joh. Je hebt echt geluk met mij. 3, 2, 1. Oh, wow. Oké. En dit was nog maar vraag 1. Kom snel terug naar de tafel, jongens. We gaan naar het tweede fragment. Oh, dit is ranzig nu al. We gaan snel naar het tweede dier. Welk dier horen we hier? Dat was hem al. Moet je echt gokken? Willen we hem nog één keer horen? Oké, nog één keer, jongens. Welk dier is het? Simon, wat denk jij? Een kikker. Jij denkt een kikker? Ik denk een kikker. Oké, we gaan even kijken of dat klopt. Ja! Nee. Nou, oké, dat betekent, Sophie, dat jij plaats mag nemen hier. Lekker. En dat Simon die kant op rent. Heel snel, veel sneller dan net rende die. Maar dat kan ik begrijpen als je mag gooien. Oké, 3, 2, 1, go! Nee! Wij zijn geen vrienden. Oh, no. Hier kon ik echt niks aan doen, Sophie. Oké, kom terug, jongens. Jongens. Je gooide ook zo hard. Ik dacht dat het gaat om pijn doen. Oh, wow. Simon, waarom ben je zo boos op haar? Oké. Nou, gelukkig hebben we nog heel veel vragen te gaan. Dus je kan nog vragen nemen, Sophie. We gaan snel luisteren naar het derde fragment. Welk dier horen we hier? Welk dier horen we hier? Een vos. We gaan even kijken. Is het een vos? Ja, het is een vos! Ongelooflijk. Oké, Simon, jij mag hier gaan staan. Man, dit is grimmig hier, hoor. Sophie die loopt woedend, vloekend en tierend. Oh, shit! Oké, ja, stop. Oké, 3 bossenbollen zijn er gegooid. Simon die staat er nog lachend bij. Mijn hemel. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. En we zijn nog maar in ronde 1, mensen. We gaan naar het vierde fragment. Luister goed, de laatste van ronde 1. Neukende schildpadden. Oeh, dit klopt. Wow, oké, specifiek. Ja! Het klopt. Oké. Simon, jouw lach begint een beetje te verdwijnen. Wat zei je? Oké, Sophie, eentje. Eén bossenbol, ja, Sophie. Eén bossenbol. Ik liet me even gaan. Ik wil er na de uitzending nog eentje eten ook, dus we moeten niet te veel gooien. Oké, 3, zo hoog. 2, 1. Oké. Sorry. Leuk een schildpad. Ja, het zit een beetje op mijn schoen, jongens. Ik ben hier niet blij mee. Dit is niet oké. Ik weet hoe je voelt. We gaan naar ronde 2. En ik heb hier 5 verschillende soorten ontlasting van 5 verschillende dieren. Aan jullie om mij te vertellen welke ontlasting bij welk dier hoort. Jullie krijgen allebei een stift en een papiertje. Okay. Daar mogen jullie van 1 tot en met 5 opschrijven wat bij wat hoort. Ik vind het helemaal niet leuk meer. En per goed antwoord mag je een bossenbol gooien. Sophie is officieel, heeft ze spijt van haar komst naar Club Hub. Ja. Oké, dus 1. Ja, dat ja. Oh, mijn leven. Het is voor mij als presentator ook niet makkelijk, hè, jongens. Even besef. Ja. Ik sta hier ook gewoon heel dichtbij. Oké, welke? Is het 1 bijvoorbeeld van een geit? Of is het van een varken? Is het toch van een ezel? Is het pauw? Is het schaap?
Of is het van onze eindredacteur? Dat zou ook niet. Schrijf het op en doe het een beetje in tempo, want dan kan de poep weer weg. Ik moet zeggen, jullie zien er fantastisch uit allebei, met de bossenbolresten nog aan het lichaam klevend. Dank je. Ik neem nog een snoepje intussen. Nee, niet vergissen, hè. Ik neem nog een dropje. Oh, die geur. Echt. Ja, het is niet oké. Okay. Zal ik wapperen? Nee, doe maar die... Oh, ja. Oh. Daar gaat hij. Wat? Even kijken. Hoe ver zijn jullie, jongens? Ja, ik heb er twee, maar ik weet even wat het is. Oh, een schaal. Oh, wacht. Per goed antwoord mag er een bossenbol gegooid worden, hè? Oh, kut. Oh, oké, jongens, ik wil het nu weten. We gaan naar de eerste. Nog één. Van welk dier? Is dit de ontlasting? Sophie, wat denk jij? Ik heb pauw. Sophie heeft een pauw. Simon. Ik heb geit. Oké. Eén iemand heeft het goed. En dat is niet Simon. Sophie, jij hebt het goed. Gaan we gelijk gooien? Of gaan we even door? We gaan even door. Oké, wat heb je bij twee, Sophie? Geit. Ezel. Eén iemand heeft het goed. En het is niet Sophie. Simon, het is een ezel. Dus op één een pauw en op één een ezel. Dat betekent dat het 1-1 staat. We gaan naar drie. Welke heb jij bij drie? Schaap. Ik ook. Jullie hebben allebei een schaap, dus allebei fout. Het is een geit. Vier. Een varken heb jij daar. Wat heb jij daar? Pauw. Een pauw. Ja, vanaf nu gaat niemand het meer goed hebben. Dat was namelijk een schaap. En vijf. Ezel. Varken. Jij hebt het goed. Ja. Dat betekent dat het 2-1 voor jou is, Simon. Sophie. Kijk, het voordeel is ook... Later lach je hierom. Weet je wel, zo is het ook. Over 2 jaar of zo. Als jij een betere quote hebt om Sophie gerust te stellen, club.hub. En maak printscreens, want dit ziet er fantastisch uit. Goed, jij mag weer gaan staan, Sophie. Niet zo hard gewoon als net. Nee, ik zal iets kalmer. Lekker alsof je nee, boos Nee, Simon, laat je agressie even voor wat het is. Jij mag er dan twee gooien. Ja. Ja, en dan mag jij er zo meteen nog eentje op Simon gooien. Jongens, dat biechthok is niet meer helemaal afgedekt. Je hebt zoveel maar dat maakt helemaal niks uit. Er is zoveel opgeklopt. Oké, Simon, ben jij er klaar voor? Ik Eén tegelijk. Voor. Ja, ja. Dat is leuker voor mij. Okay, 3, 2, 1, go! Lager, lager. Oh, sorry. Maar jij gooit hard ook, man. Wat is jouw probleem? Serieus? Oké, komt ie aan, de volgende. 3, 2, 1, go! Juist. Gewoon steady, bovenbeen. Lekker. Ik hoop dat hij misschien gaat. Sophie, jij mag er nog eentje op Simon gooien dan. Ik voel dat daar... Ik weet dat in die bossenboel heel veel agressie gaat zitten. Niet aanraken. Ja, oké. Okay. Hij gooit echt hard. Sophie, dit is de finale. De laatste bossenboel die gegooid gaat worden. Hij gaat richting Simon. Sophie, ben jij er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Hopelijk is er... Oh! Simon heeft officieel bossenballen, dat is duidelijk. Oké. Wauw, goed. Oké, we staan minimaal clean nu. Dat was een mooie, mooie score. Sophie en Simon, applausje voor jullie, want respect dat jullie het gedaan hebben.